Borneo is een van de grootste eilanden ter wereld en wordt gedeeld door drie landen: Indonesië, Maleisië en het kleine staatje Brunei. Het Maleisische deel bestaat uit de deelstaten Sabah en Sarawak. Sabah is vrij bergachtig. Het berg- en heuvellandschap wordt doorkruist door riviervalleien en is in het binnenland bedekt met regenwoud. Sabah heeft sinds mensenheugenis de naam Land onder de Wind, want het ligt net onder de tyfoongordel. Vroeger zochten de zeilschepen hier bescherming tegen de moorddadige stormen. Het lagere stroomgebied van de 560 kilometer lange Kinabatangan-rivier beslaat bijna 4000 vierkante kilometer van de staat Sabah in het noordoosten van Borneo. Het is een rijk ecosysteem, met ondiepe zoetwatermeren, open moerassen en bossen, bezaaid met zandsteen en kalkstenen heuvels. Tijdens het regenseizoen worden grote gebieden periodiek overstroomd. De mangrove moerassen omzomen de riviermonding en beschermen de kust tegen erosie. Het zoetwatermoerasbos, laaglandrivierenbossen en steppenbossen zijn de thuisbasis van enkele van de grootste en meest diverse concentraties van diersoorten. De biodiversiteit in de Lower Kinabatangan overtreft die van elke andere plaats in Maleisië. Het is een van de weinige plaatsen in de wereld waar 10 soorten primaten worden gevonden die samenwonen met vele soorten zoogdieren en vogelsoorten. De rijke overstromingsgebieden zijn onder meer de habitat voor orang-oetans, neusapen en Sabah-pygmee-olifanten. Mangrove bossen en moerasbossen vormen belangrijke broed- en slaapplaatsen voor wetlandvogels, zoals de kleine zilverreiger. Ze zijn ook noodzakelijk voor het overleven van de beroemde neusaap in Borneo, de proboscis monkey. Proboscisapen staan er onbekend zich aan het einde van de dag hoog in de bomen te nestelen, langs de rand van de Kinabatangan-rivier, om zich bij gevaar in het water te kunnen storten. Zelfs hoog in de boom kunnen we goed zien waarom ze neusapen worden genoemd. Hun grote buik, die hen in Maleisië de naam Hollander heeft bezorgd, door de gelijkenis met de Nederlandse kolonisten, trekt alle aandacht. Met hun grote roze neus, het bruine lijf, de grijze handen en voeten en de witte achterkant en staart lijken de dieren recht uit de speelgoedfabriek te komen. Een vrouwtje heeft een veel kleinere en rechtere neus dan een mannetje. Ze zijn ook veel kleiner. Ze leven in groepen van 10 tot 30, waar altijd één volwassen, heel dominant mannetje aanwezig is. De vrijgezellen, de bachelors, zitten meestal aan de andere kant van de rivier, of ze wachten in een andere boom op hun kans om een groep over te nemen. In deze bossen leven ook andere apensoorten, zoals de langoeren en de veel voorkomende langstaartmakaken. Het lijkt of ze heel de dag met hun toilet bezig zijn. Zeldzaam is de bedreigde orang-oetan. Met veel geluk kan je er één zien, verscholen in een boom. De orang-oetan voedt zich voornamelijk met bessen en bladeren.
Er leven maar liefst 8 soorten neushoornvogels in Saba. Het vrouwtje van de langkuifneushoornvogel heeft een zwarte buik, het mannetje een witte. Het zijn wonderlijk ogende vogels. De gewone neushoornvogel, met zijn prachtige oranje snavel, is de vogel waaraan de andere neushoornvogels hun naam aandanken. Anders dan de andere soorten heeft deze namelijk een omhooggebogen hoorn op zijn snavel. Ook een prachtig exemplaar is deze dubbele neushoornvogel. Even verder op de rivier droogt een zeldzame Oosterse darter zijn veren. Aan de oever staat een kudde olifanten te grazen. De Aziatische olifant wordt ook wel eens de Indische olifant genoemd, maar dat is niet correct. De Indische olifant is een ondersoort van de Aziatische olifant. Sinds 2003 is er een 5e ondersoort van de Aziatische olifant ontdekt. Liefdevol wordt deze soort Borneo-pygmee-olifant of dwergolifant genoemd. Niet dat het zo'n kabouters zouden zijn. Ze zijn weliswaar iets kleiner dan hun broertjes elders in Azië, maar toch nog zo'n 3 meter hoog. En hun gewicht kan oplopen tot 4500 kilo. Wel hebben zij een langere staart en grotere oren dan de andere Aziatische olifanten en zijn de slagtanden minder gekromd. Met hun slurven rukken ze flinke happen gras uit de grond en slingeren er soms aandoenlijk mee in het rond, alvorens het in de bek te proppen. Bij de Aziatische olifant hebben alleen de stieren slagtanden en dan nog niet allemaal. De jacht op deze dieren is vanwege hun ivoor dus minder. Toch worden ook deze olifanten met uitsterven bedreigd. Een van de jongere dieren sukkelt in het water. Een hachelijke onderneming. Het kost het dier de nodige moeite om weer veilig op 4 poten te belanden. Volgens voorzichtige schattingen zijn er nog maar zo'n 1600 olifanten op Borneo. De late namiddag of de vroege ochtend, als de natuur ontwaakt, zijn de beste momenten om vogels en dieren te spotten. Zoals deze schitterende ijsvogeltjes, die er als volleerd model eens goed voor gaan zitten, om zich in al hun kleurenpracht te laten fotograferen. Zij voeden zich voornamelijk met insecten. In Saba tref je allerlei soorten insecten. Door hun camouflage zijn de wandelende takken moeilijk te herkennen. Wel heel speciaal is deze miljoenpoot. Een geleedpotig dier uit de onderstam van de duizendpotigen. Het lichaam van een miljoenpoot bestaat uit een kop met 2 korte antennes en een groot aantal segmenten daarachter, dat het achterlijf wordt genoemd. Bij verstoring rollen ze zich helemaal op in hun panzer.
Een dier dat zich helemaal aanpast aan de kleur van zijn omgeving is de groene hagedis. Als het dier bedreigd wordt, kan het zelfs donkerbruin worden. Je merkt de groene hagedis nauwelijks op. Hij kan minutenlang stilzitten. Een grotere verwant zijn de varanen. Het mannetje van de watervaraan kan 3 meter lang worden. Daarmee is het een van de grootste hagedissoorten ter wereld. Het gemiddelde volwassen exemplaar is zo'n 1,5 meter lang, waarbij het mannetje meestal groter en zwaarder is dan het vrouwtje. De watervaraan heeft een lange nek met een grote spitse kop. De staart is afgeplat en ze hebben grote sterke poten waarmee ze zich verbazingwekkend snel kunnen voortbewegen. Watervaranen kunnen zo'n 15 jaar oud worden. Ze zijn een van de meest voorkomende varanen in Azië. Ze leven in gebieden dicht bij het water. Omgeven door witte zandstranden ligt Turtle Island. Het is een reservaat voor zeeschildpadden en is de belangrijkste broedplek voor zeeschildpadden in Zuidoost-Azië. De schildpadden leggen hun eieren in een kuil. Als de schildpad terug naar zee is, worden de eieren opgegraven en in een emmer naar de hatchery, een soort kraamkamer, gebracht. Dit is een afgeschermd stuk strand waar de eieren opnieuw worden begraven in het zand op een diepte van zo'n 30 centimeter. Er wordt gaas omheen aangebracht. Een bamboepaaltje wordt erbij geplaatst met daarop het nestnummer, vindatum en het aantal eieren. Nu zijn de eieren veilig voor varanen, roofvogels en de mens. Dagelijks wordt informatie bijgehouden, zoals de plaats, aantal gelande schildpadden, aantal nesten, aantal eieren, aantal uitgebroede eieren, het uur van de eerste landing en het uur van het eerste nest. De zeeschildpad is een reptiel en brengt zijn hele leven door in het tropische en subtropische zeewater. Alleen de vrouwtjesschildpadden gaan aan land om eieren te leggen. Gemiddeld komen er 's nachts zo'n 10 schildpadden op het strand en zij leggen samen dan zo'n 500 à 600 eieren. Saba, een plek om tot rust te komen en te genieten van de prachtige natuur. Maar ook een plaats om te beseffen dat die broze natuur goed beschermd moet worden, zodat bezoekers na ons er ook nog van kunnen genieten.